En graag had ik jullie aandacht gehad voor enkele interessante wetenswaardigheden over groente en fruit. Natuurlijk, ik begeef mij op glad ijs met al die professoren, academici hier, wetenschapsmensen. Dus het is soms zeer moeilijk om te weten wat je kan zeggen en niet kan zeggen. Zelfs tussen wetenschappers is er heel wat discussie, heb ik de indruk. Wat moeten wij weten over groenten en fruit? Of wat zouden wij moeten weten over groenten en fruit? En wat is de realiteit daarvan in het dagelijks leven? Eerst en vooral, groenten en fruit is de meest duurzame vorm van produceren van voedsel in de wereld. En dat is iets dat wij allemaal iedere dag opnieuw vergeten. Er is geen enkel ander voedingsproduct, eindvoedingsproduct, consumeerbaar product onmiddellijk, dat duurzamer kan worden geproduceerd dan groenten en fruit. Naast het aspect van gezondheid, consumptie van groenten en fruit creëert een veel betere gezondheid, heb je ook het aspect van wat doet dat voor onze omgeving, voor de environment, voor de duurzaamheid van onze wereld in de toekomst. Als iedereen in de wereld vegetariër zou zijn, dan zou onze wereld er veel beter uitzien, veel gezonder zijn, maar ook veel duurzamer en veel minder schade aan de natuur en onze wereldbol zouden we toebrengen. Weten jullie dat als je 1 kilogram tomaten produceert, je 150 liter water nodig hebt? Als je 1 kilogram vlees produceert, heb je 15.000 liter water nodig. Dus een factor 100. En iedereen spreekt in de wereld over het feit dat water schaars wordt. Dat we oorlogen gaan hebben voor water. En dat is vandaag al zo op bepaalde plaatsen in de wereld. Op vandaag zijn we in staat, technisch, om op 1 hectare 700.000 kilo tomaten te kweken. Een hoogwaardig, kwalitatief topproduct. 700.000 kilo, die ook 700.000 kilo consumeerbaar zijn. Gezonde, lekkere voeding. Op 1 hectare 700.000 kilo. Als we 700.000 kilogram vlees willen, hebben we 1000 hectare grond nodig. Voor 1 kilogram vlees heb je 13 kilo graan nodig. Ik spreek over rundvlees. 1 kilogram rundvlees, 13 kilogram graan. Tomaten telen, dat doe je niet alleen met water, maar daarvoor heb je ook CO2 nodig. En dat is misschien ook iets dat heel interessant is. CO2 doet tomaten groeien. Een tomatenteler betaalt vandaag voor CO2. En nochtans weten we allemaal dat CO2 ongelooflijk veel schade toericht aan onze wereldbol. En dat tomatenproducenten een oplossing bieden daarvoor. Een kleine oplossing, maar een oplossing. Bepaalde dingen worden gesubsidieerd. Suiker bijvoorbeeld. En we zeggen allemaal dat het ongezond is. Tomaten, kerngezond. En we moeten betalen om een probleem op te lossen. De moderne glastuinbouw, ook een interessant weetje, is naar de toekomst toe een netto-energieleverancier. En dus geen energievreter, zoals het in de perceptie van veel mensen vandaag nog zit. Glastuinbouwbedrijven gaan netto energie leveren aan de maatschappij. Groenten en fruit is rijk aan vitaminen, is caloriearm, vezelrijk, heeft een enorme diversiteit. Iets dat heel belangrijk is. De diversiteit in de wereld, in de natuur, maar ook de diversiteit in de voeding die we tot ons nemen. Groenten en fruit is daar ideaal voor. En die diversiteit zorgt voor de noodzakelijke verschillende vitaminen en de noodzakelijke bouwstenen voor het lichaam. Waarom met z'n allen samen consumeren we minder groenten en fruit? Heel moeilijk verhaal, heel moeilijke kwestie. Maar wij moeten opboksen tegen de producten van grote voedingsmultinationals. Enkele jaren terug had ik een discussie met Frank Ribault, de vroegere CEO, sinds enkele dagen niet meer, van Danone. En die zei van, kijk, wij zijn geïnteresseerd om eraan mee te werken om bijvoorbeeld suikerniveaus in onze producten te doen dalen. Maar geef ons 10 tot 20 jaar. En als men dan vraagt, waarom?
en zegt, ja, we hebben 30, 40 jaar eraan gewerkt om onze consument te verslaven aan het product, verslaafd te maken aan het product. Als wij vandaag de suikersniveaus erin brengen van 40 jaar geleden, valt de consumptie in elkaar. Wat ook heel belangrijk is, wat we constateren, is dat die voedingsproducenten, de grote voedingsmultinationals, één belangrijk wapen hebben. De kracht van reclame. De kracht van marketing. En dat is volgens mij de voornaamste reden van het blijvend en groeiend succes van deze ongezonde voeding. McDonald's is misschien een zeer goed voorbeeld daarvan. Je kunt daarover discussiëren of dat gezond is of ongezond. Lekker of niet lekker. Maar wat heel belangrijk is, als je naar een McDonald's gaat, dan weet je exact wat dat je gaat eten. Je weet exact wat dat de smaak is, hoe dat de constitutie is van het product en wat de prijs is. Geen verrassingen. Een consument is geïndoctrineerd door reclame dat een product een constante heeft. De wereld is niet constant, de natuur is niet constant. De natuur is divers. De wereld heeft een diversiteit. En normaal gezien moet een mens in staat zijn om te genieten van diversiteit. Wij hebben dat afgeleerd.